Dit zijn onze gasten en we beginnen met het nieuws van vandaag. Vicepremier Hugo de Jonge heeft vandaag bekendgemaakt dat hij de nieuwe lijsttrekker wil worden van het CDA. Ik vind dat in een tijd waarin het moeilijk is, waarin veel mensen in onzekerheid zitten, er van ons gevraagd mag worden om naar voren te stappen en verantwoordelijkheid te nemen. Het CDA staat in een lange traditie van bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen als het moeilijk is. En in die traditie ben ik ook grootgebracht. En daarom wil ik graag de lijsttrekker zijn van het CDA. Joost Vullings, we kunnen niet zeggen dat dit een verrassing is, hè? Nee. Nou ja, we zijn deze week ook wel eerder verrast van mensen van wie we dachten dat hij het ging doen en niet deden. Dus in die zin moest het gebeuren. Maar inderdaad, de dag is er nu. Hij gaat het doen. Wat is zijn sterkste kwaliteit? Wat is zijn sterkste kwaliteit? Wat een rotvraag. Nou, hij is wel een goede communicator. Grootste kwaliteit. Dus eigenlijk hij is wel een goede. Als je ook natuurlijk in het verleden keek naar Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Hij is wel wat een modern politicus nodig heeft, in staat om goed met mensen te communiceren. Als je ziet zijn naam googelt en je klikt op afbeeldingen, dan zie je heel veel bezoeken van hem aan verpleeghuizen, ouderentehuizen. En dan zie je altijd hem goed door de knieën zakken, mensen een beetje beetpakken. Hij is gewoon goed om empathisch om met mensen contact te maken. En hij heeft vaak wel veel woorden nodig om te zeggen wat hij wil. Ja. Dat is wel weer een typisch CDA overigens, dus in die zin past het wel. Pas op, hè. Hij is ook een man van het midden, hè? Ja. Is dat nou strategisch handig? Want je ziet dat de VVD is nu heel groot in de peilingen. Hij is iemand die wordt gezien als de linkerflank van het CDA. Is dat nou handig? Nou ja, hij maakte er vandaag eigenlijk een soort geuzenpositie van. Hè? Van ja, het midden, de midden is de plek in de politiek volgens hem dan waar de bruggen worden geslagen, waar de oplossingen worden gemaakt. En dat was natuurlijk ook in de bespiegelingen de afgelopen anderhalf jaar werd gezegd van nou ja, Wopke Hoekstra is misschien handiger voor het CDA, los of die wil. Want die heeft een wat rechtse profiel, spreekt wellicht ook VVD-kiezers aan. Maar ja, je ziet de laatste anderhalf jaar ook dat de hele politiek, vooral sociaal-economisch, toch een beetje naar links begint te schuiven. Hè? Dus vragen over de publieke sector, moeten we die niet wat meer herwaarderen? Moeten we dat flexwerk, is dat nou wel zo'n goed idee? Moeten we misschien niet meer wat centrale regie in de zorg hebben? Ja. Nou, dat zijn dingen waar Hugo de Jonge wel inderdaad opschuift naar links. Maar je ziet iedereen een beetje die kant op gaan. Ja, sociaal-economisch, maar cultureel. Ja. Zou je kunnen afvragen of dat zo is. Ja, dat klopt. Maar misschien is dat wel een goede combinatie om dat zo te verenigen. Hij is ook een stads-CDA'er. Dat is natuurlijk vrij ongebruikelijk. Ik kijk meteen naar mijn Twentse buurman. Want het CDA staat natuurlijk bekend als een plattelandspartij, zou ik maar zeggen. Ja, hij moet wel inderdaad in staat zijn om die discussies, om de boeren bijvoorbeeld in die stikstofdiscussie, om die mee te krijgen. Ja. Dat is wel ook een uitdaging voor hem. En Hoekstra was natuurlijk toch een beetje de favoriet als het gaat om die premierspositie. Hè. Die werd toch vaak gezien als een eventuele opvolger van Rutte. Zou de jongen dat nou ook kunnen? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Hè. Kijk, ten eerste, als je naar de peilingen kijkt, is er op dit moment maar één premierskandidaat. Ja, dan moet de rest überhaupt kwalificeren om daarbij in de buurt te komen. En er zijn natuurlijk ook niet echt specifieke eisen aan een premierschap in Nederland. Kijk, het eerste wat je moet doen is dat hij gewoon met een goed verhaal, goed CDA-verhaal, de boer op gaat. En kiezers weet te enthousiasmeren voor dat inhoudelijke verhaal. En dat daarnaast mensen vertrouwen krijgen van ja, maar deze man, die kan ook wel verantwoordelijkheid nemen. Het woord wat hij vandaag wel een keer of 100 in de mond nam. En dat doet hij kennelijk heel graag. En, ja, en als je dat vertrouwen van de kiezer krijgt, ja, dan kom je überhaupt voor het eerst in de positie om te gaan dromen van een premierschap. Ja. Maar ik denk wel wat je in deze tijden wel nodig hebt in de Nederlandse politiek. Het is heel versplinterd. Dus wie er ook premier wordt, je moet in staat zijn om die partijen bij elkaar te houden, coalities te bouwen. En ja, ik denk wel dat hij een politicus is die dat kan. Ja, ja. Hij kan het, maar hij wil het niet met Forum. Dat heeft hij al gezegd. Nee, die coalitie, dat ziet hij niet zitten. Dat klopt. Ja. Nou, hij zet zich wel af inderdaad. Dat zag je vandaag ook toen hij zich presenteerde. Van, hij gaat voor het midden en hij wil zich vooral afzetten tegen partijen die de polarisatie zoeken. Omdat hij het idee heeft dat daar niet de oplossing zit voor Nederland. Ja, dat is zijn opvatting. Ja. Ja. Meneer Verhagen, nou heeft u natuurlijk ervaring met het wel aangaan van coalities met... coalitie niet, nee. Een gedoog constructie met de PVV. Ja. En zeker voor veel mensen toch vergelijkbaar met het Forum. Zou u zeggen dat het inderdaad verstandig is om dat maar niet te doen met het Forum?
Ik vind het heel verstandig om van tevoren duidelijk te maken wat de positie is. Want ik vind het buitengewoon onverstandig, en dat is ook gebleken, als je eerst zegt we sluiten niemand uit. En daarna breekt de pleuris uit als je dan inderdaad niemand uitsluit. Ja. Dus op het moment dat je van tevoren helderheid geeft, dan weet iedereen waar die aan toe is. En dat lijkt mij voor een partij, vind ik dat een betere positie dan het in het ongewisse laten en dan intern weer allemaal gedoe krijgen. Het wijkt wel een beetje af van de CDA-traditie. Zeker. Het wijkt zeker af van de CDA-traditie, ja. Maar al lerende leert men, hè? Ja, oh, dat is mooi. Er zit nog wel lerend. De macht is niet meer het allerbelangrijkste bij het CDA. Dat weet ik niet. Dat moet u aan meneer Omtzigt vragen. Die is daar op dit moment beter in thuis dan ik. Want ik vertegenwoordig de bouw. En alle ins en outs van het CDA, daar weet de heer Omtzigt veel meer vanaf. Nee, maar dit is nog het oude CDA wat de heer Verhaag hier heeft. Namelijk dat je een soort monisme hebt. Ik geloof dat ik meer de controleur van de macht ben dan de macht zelf op dit moment. Maar u bent toch ook een partij? U bent toch ook lid van een partij? Wij zijn allebei lid van die partij. Juist. Ik hoop dat je er nog steeds bent. Maar mijn rol, en dat is het controleren van de macht. Ik ben niet de macht. Maar toen waren er toch ook wel wat CDA-prominenten die zich al achter de jongen hebben geschaard. Grapperhaus, Buma hebben gezegd, onze steunen gaat naar de jongen. Is dat ook zo bij u? Ik ben daar niet op gevraagd op de eerste dag. Maar bij deze prima, de vraag? Ik vind hem een prima kandidaat. En ik ben heel benieuwd tussen wie straks de lijsttrekkersverkiezing gaat. Ja, wat is de grote vraag, Joost? Komt er nog een echte verkiezing? Want het ging eerst al tussen Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Vooral, toen was er nog wel Mona Keijzer die zei, we hebben ook kroonprinsessen. Ja. Is zij nu een beetje aan de kant geveegd? Ze moeten ook natuurlijk, zoals dat zeggen ze ook allemaal, je maakt die afweging zelf. En je ziet dus dat kandidaten dat ook echt doen, omdat je daar ook in verrast kan worden. Kijk, ik zou het leuk vinden. En het is voor wie het ook wint, is het fijner om als je een verkiezing hebt, om ook echt van iemand te winnen die je echt uitdaagt. Dat geeft je meer mandaat. Kan ook een partij energie geven. Maar ik merk op dit moment dat bij heel veel partijen toch, en er wordt iedere keer verwezen naar de vorige verkiezingen, die strijd tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samson, dat heel veel partijen toch een beetje bang zijn dat zo'n strijd de partij raakt, of dat je persoonlijk beschadigd raakt. Terwijl er ook hele goede voorbeelden zijn van het CDA in 2012. Zeker. En toen ook de PvdA. Ja. Dat gaf beide partijen ontzettend veel energie. Ja. En die werden er eigenlijk gewoon beter van. Absoluut. Ik denk ook als je juist in zo'n kandidaatstelling, als je iets te kiezen hebt, nou, dan overtuig je eerst je eigen leden. En ik vind altijd, als je nog niet in staat bent om je eigen leden te overtuigen, dan kun je ook die kiezer niet overtuigen. Dus ik vind een lijsttrekkersverkiezing vind ik inderdaad prima. Maar Hugo de Jonge die heeft al gezegd dat hij er niet heel erg op zit te wachten op echt een interne strijd. Hè? Wie durft zich nu nog kandidaat te stellen? Het is niet aan hem natuurlijk. Het partijbestuur heeft voor deze procedure gekozen. Dus kijk, nu moet hij wel. En hij heeft ervoor gekozen om erin te stappen. En ik denk wel dat hij denkt van dat hij ver kan komen. Ja, nu is het kijken of er serieuze uitdagers komen. Want maandag hadden we het over de profielschets. Er zit nog wel een test tussen bij het CDA. Niet iedereen die zich meldt wordt naar voren geschoven door het bestuur. Maar Mona Keijzer, gaat die mee? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik en is er niet nog een soort dark horse, zoals de balken en op een gegeven moment natuurlijk ook uit het niets binnen wandelen? Er waren sommige mensen die zagen Grapperhaus wel zitten. Maar goed, die heeft zich vandaag achter Hugo de Jonge geschaard. Misschien dat Maxime Verhagen hier ons nog gaat verrassen. Wat je hoort in de wandelgang, je kan alles verrast worden, maar niemand. Het zijn geen tekenen dat iemand dat gaat doen. En hoe wordt hier nou vanuit andere partijen naar gekeken, naar dat Hugo de Jonge zich zo uitspreekt vandaag? Ja, veel mensen zeggen van, is fijner, want inderdaad, hij is misschien wat linkser dan Wopke Hoekstra. Dat is misschien PVD is blij. Fijner. Ja. Ja, maar ja, ik weet niet of het inderdaad ook zo gaat uitpakken, want het is voor het CDA heel moeilijk om de VVD rechts in te halen. Dus ze kunnen misschien ook maar beter inderdaad op dat midden gaan richten. Want die strijd op rechts win je niet van VVD en ook nog eens van PVV in Forum van Democratie. En hoe zit het met D66? Ja. Daar nog even over gesproken. Want Sigrid Kaag, wanneer horen we het van haar? Ja, die loopt zich warm. Nou. Ja, we horen heel snel dingen, hoor ik. Dit weekend. En wat hoor jij dan voor dingen? Ja, ik hoor van alles. Die loopt zich warm, wat doet ze dan? We gaan ervan uit dat zij zich gaat melden. Dat bedoel, daar staan ze, maar zeggen, alle signalen staan op groen. Maar zo stonden ze bij jou toch een klein beetje bij Wopke Hoekstra? Dus. Nou, bij Wopke Hoekstra, dat moet, ja, dat denk ik een beetje achteraf een beetje. Ja, daar heb je niet goed ingevuld, die Toto, Joost. Die zei van, nou, ik weet het niet zo zeker, maar dat was maar één bron. Okay. En die zei dat hij wel al af en toe wat signalen afgaf waardoor mensen gingen twijfelen, dus de laatste weken. Maar hoe dan ook, Sigrid Kaag, daar gaan we vanuit dat hij zich gaat melden.
Bij Rob Jette lijkt het stoprecht in één keer naar oranje te zijn gegaan. En ja, gaat het naar rood of naar groen? Begin volgende week gaan we dat horen, heb ik wel begrepen. Okay, dan gaat hij zeggen wat hij wil? Dan praten we weer verder. We gaan voor nu naar iets anders. De kogel.